Het verschil tussen een chest dip en een reguliere dip. Martin Kokkenier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Vandaag gaan we het hebben over verschillende vormen van dips. Namelijk de chest dip en de reguliere dip. En natuurlijk zijn er nog meer dips, maar deze twee die komen heel vaak voor op de parallel bars. Dus je handen staan naast elkaar. Wat is nou het grootste verschil? Het grootste verschil tussen deze bewegingen is de hoek van je lichaam. Zoals je in deze video kan zien, hou ik mijn lichaam helemaal recht. Waarbij je meer je triceps aanspreekt en wat minder je borstspieren. Deze is ook ietsje minder zwaar. Je kan er natuurlijk voor kiezen om flink door te zakken. Daar heb je uiteraard wel die mobiliteit in je schouders voor nodig. En dat hoeft dus niet, maar 90 graden moet je eigenlijk wel kunnen halen. Dus hou je lichaam recht om je triceps wat meer aan te spannen. Wil je nou wat meer richten op je borstspier, op de onderkant van je borstspier, dan ga je wat meer voor overhangen, zoals je in deze video kan zien. Hier hang ik een stuk meer voor over, waarbij er ook natuurlijk wat meer kracht op de voorkant van je schouders komt te staan, maar zeker ook op de onderkant van je borstspier. Nou, zorg ervoor dat je altijd die hoek in je bovenlijf hebt om een optimale contractie in je borstspier te kunnen krijgen. Nou, dit waren de belangrijkste twee verschillen in een gewone dip en in een chest dip. Mocht je vragen hebben, stel ze hieronder. Vond je deze video leuk? Geef een like, geef een duim en abonneer je vooral op het YouTube kanaal van Bodyproof Calisthenics. Mijn naam is Martin Kokken. Vanuit de gym Houten, tot de volgende keer.